Mijn naam is Ruud Curver, ik ben Product Manager Service bij Telindus. Maar naast mijn functie als Product Manager ben ik eigenlijk de afgelopen 3,5 jaar zeer intensief bezig met Bring Your Own Device. Eigenlijk ontstaan vanwege een afstudiescriptie voor een masterstudie die ik gedaan heb. En vanuit daaruit heb ik toen een prijs gewonnen met mijn scriptie, bij diverse bedrijven geweest en is eigenlijk alleen maar doorgegaan de afgelopen jaren. Dus ik ga ook zometeen een aantal dingen vertellen die ik dan gezien heb in mijn onderzoek. Ik vind het zelf prettig als er vragen zijn om ze gewoon direct te stellen. Het is wel een vrij grote zaal, maar misschien kan René met de microfoon u aanreiken. Maar als eerste heb ik eigenlijk een vraag voor u. U zit in deze zaal en over Bring Your Own Device. In hoeverre speelt het Bring Your Own Device vraagstuk in uw organisatie? Is het verboden? Of zijn we binnen het invoeren? Ja, misschien kan iemand iets delen. Nee? Nou, ja. Goedemiddag, Bert van Dijken, GGZ Centraal. Ja. Het speelt bij ons. We zijn een psychiatrische instelling. We hebben begin van het jaar eigenlijk een onderzoek gedaan, een aantal key spelers in de organisatie geïnterviewd van joh, wat vind je van Bring Your Own Device, wat hoort erbij qua beveiliging, wat zijn je wensen en eisen. Op basis daarvan hebben we gewoon eigenlijk input gekregen voor een beleidsstuk. Ja. Opvallend was dat het niet zozeer de vraag was naar een Bring Your Own Device, maar een Choose Your Own Device. Ja. Zo van, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat voor devices ik heb, als ik maar gewoon ergens uit kan kiezen, het hoeft niet per se die van mij te zijn. We hebben het even on hold gezet vanwege de financiële situatie, maar we hebben ondertussen een productkeuze gemaakt en dat gaan we begin volgend jaar implementeren. Okay. En we hebben gekozen voor Citrix XenMobile met ShareFile. Ja, heel mooi. Nou, het is een organisatie waar Bring Your Own beleidsmatig wordt aangepakt, zo te horen. Onderzoek naar gedaan. En wat ik ook mooi vind om te horen is dat het is niet alleen Bring Your Own, er zijn ook varianten van Bring Your Own. Bijvoorbeeld Choose Your Own. Klopt. Hoewel het onderwerp Bring Your Own eigenlijk al jaren op de agenda staat, is eigenlijk nog steeds de vraag van, moet je nou wel of niet Bring Your Own gaan toestaan in je bedrijf? Heel veel bedrijven worstelen vandaag de dag daar nog steeds mee. Wat zou eigenlijk de reden zijn om Bring Your Own toe te passen of juist niet toe te passen? Veel gehoord is, je geeft de werknemer de mogelijkheid om de IT-middelen te kiezen die echt bij hem of haar passen. De perfect fit. Plus, je geeft de medewerker controle. De hedendaagse werknemer wordt verwacht dat ze meer zelfstandig zijn, meer in controle zijn. En, hoewel dat discutabel kan zijn, er wordt gezegd, de productiviteit neemt toe. Maar die neemt eigenlijk vooral toe omdat mensen buiten kantoortijd ook nog dingen voor hun werk doen. Dus eigenlijk meer met hun werk bezig zijn doordat ze hun Bring Your Own Device gebruiken. Aan de andere kant, een bekende nadeel, vanmorgen ook al genoemd, beveiliging. Ja, hoe ga je om dan dat de informatie veilig blijft, dat er geen andere problemen ontstaan? En, enerzijds in controle van de werknemer, wat betekent out of control van bijvoorbeeld de IT-afdeling. Hoe ga je daar dan mee om? En als laatste, de productiviteit zal toenemen, maar taken, met name IT-taken, die verschuiven eigenlijk van de IT-afdeling naar de werernemer. Dus de vraag is, dat betekent weer extra taken voor de werknemer. Nou, wat ik in het midden heb gezet, dat is het onderste. Het is en blijft nog steeds de vraag van, is Bring Your Own nou vanuit het bedrijf gezien kostenverhogend of kostenverlagend? Enerzijds kostenverlagend omdat er geen of minder investeringen gedaan hoeven te worden in apparatuur. Andere kant kostenverhogend omdat er toch additionele maatregelen, ook vanuit IT, genomen moeten worden. Een beleid moet gecontroleerd worden, gehandhaafd worden. En niet te vergeten, het is op sommige gevallen ook een verschuiving tussen werkzaamheden die nu op bijvoorbeeld IT-afdeling gebeuren, die dan naar de werknemer verschuiven. Dus kostenverhogend, kostenverlagend, in het midden. Ja, hoe kun je dan als organisatie hiermee omgaan? Als eerste, niets doen, kop in het zand steken. Dat is een mogelijkheid, echter, en ik zie het ook continu om me heen. Je ziet gewoon steeds meer mensen gewoon met hun eigen device meenemen. Dus het gebeurt gewoon. En als je niets doet,
heb je ook niet middelen en ook niet afspraken om als er iets gebeurt, om de werknemer daarop aan te spreken of en dat soort zaken. Tweede is verbieden. Dat kan zeker in sommige situaties de juiste optie zijn, als bijvoorbeeld de risico's te groot zijn of een andere reden. Maar aan de andere kant, van de werknemer wordt meer flexibiliteit, meer zelfstandigheid verwacht. Eigenlijk pas het verbieden van het zelf kiezen van je IT-apparatuur, eigenlijk past het niet bij de nieuwe, bij de moderne werknemer. Ja, mijn mening is dan ook gecontroleerd vrijgeven. In kleine stapjes, gefaseerd. Dat lijkt me dus de enige manier om hiermee om te kunnen gaan. Nou, als ik in de inleiding al aangaf, bring your own is meer dan beveiliging. Het zijn HR-aspecten. Wat voor consequenties heeft dit voor de arbeidsovereenkomst? Hoe zit het met privacy? Het heeft met financieel te maken. Ga je een vergoeding geven aan de werknemer of niet? Het heeft met IT-infrastructuur natuurlijk te maken. Is de IT-infrastructuur daar klaar voor? Is die qua snelheid geschikt om meerdere apparaten aan te nemen? Het gaat vooral ook over afspraken. Ja, afspraken maken in een gebruikersovereenkomst, maar vooral de afspraken handhaven. En daar is juist de hulp van IT en de hulp van tools uitermate belangrijk voor. En als laatste, ondersteuning. Want ja, oké, op een gegeven moment bring je gewoon toegestaan. Ik neem zijn eigen iPad mee of zijn eigen laptop en dan gebeurt er wat. En zo'n werknemer kan misschien in het ergste geval 2 dagen niet werken. Ja, hoe ga je daarmee om als bedrijf? Je kan zeggen van nee, je hebt gekozen voor bring your own, dus wij helpen je niet. Maar ja, dat kost wel weer natuurlijk 2 dagen problemen. Dus er zou toch een vorm van ondersteuning nodig zijn bij invoering van bring your own. Nou, zoals in het begin al aangegeven, Telinus kan u op al deze vlakken helpen. Niet alleen, doen we samen met partners, onder andere login consultants. En zo kunnen we het domein bestrijken van users tot en met applicaties en de infrastructuur die daarbij hoort. Is de man van mevrouw Vermeulen van NHL in deze zaal? Wilt u heel even meekomen? Wij als Telinus hebben een workshop ontwikkeld om al deze aspecten door te nemen, zodat het een start is voor een verdere beleidsbepaling en verder uitrol van Bring Your Own. Ik wil u graag de resterende 20 minuten meenemen in een aantal aspecten hiervan en vooral om een aantal handvatten te krijgen voor invoering. Invoering van Bring Your Own, dus eigenlijk een life cycle approach, zoals het formeel heet. Enerzijds in het midden het zal projectmatig aangepakt moeten worden. En vervolgens heb je de stappen van selectie. Oké, voor welke medewerkers, welke devices en hoe ondersteun ik bijvoorbeeld de bring your own invoering. Tot de ingebruikname van de werknemer zelf. Het gebruik en beheer, dus het dagdagelijks gebruik van het bring your own programma. En niet te vergeten, buiten gebruikstelling. Buiten gebruikstelling kan zijn een werknemer die verlaat het bedrijf of een werknemer besluit om niet meer mee te doen met het Bring Your Own programma, maar we gaan bijvoorbeeld voor een corporate beschikbaar gesteld device. Als we kijken naar het Bring Your Own project, in het midden dus, dat zijn wat ik al aangaf, dus het is meer dan techniek, het is meer dan IT. Dus belangrijk om zeker bij het start van zo'n project de juiste disciplines bij elkaar te krijgen. De HR, IT natuurlijk, de business, werknemer. Het is belangrijk om daar de juiste teamsamenstelling te vinden. Tweede is natuurlijk van, uiteindelijk zal er wel een rechtvaardiging moeten zijn om Bring Your Own in te voeren. We hebben het kort even gehad over voor- en nadelen van Bring Your Own. Dus er zal die voor's en tegens tegen elkaar afgewegen moeten worden en gekeken worden van oké, wat is nou de belangrijkste reden voor ons bedrijf om Bring Your Own in te voeren? En dat kan hele uitlopende redenen zijn. Wat we vanmorgen hoorden, om als werkgever ook de jongere werknemers beter te kunnen aantrekken. Zou een reden kunnen zijn. Het andere punt, selectie. Ja, daar krijgen we over te maken over welke devices, op welke manier. En dan ga ik een aantal dingen toelichten. Als eerste zei ik, ik heb dus onderzoek naar gedaan.
En eigenlijk wat mij het meest opgevallen is, interviews afgenomen op een afdeling, zeg maar 10 mensen. En die 10 mensen hebben ieder hun eigen wens en wil rondom Bring Your Own. Het heeft vooral te maken met het willen en het kunnen van de werknemer. Dus de ene werknemer zegt van ja, ik vind het geweldig, want dan kan ik mijn iPad meenemen. Of dan kan ik eindelijk de tools gebruiken die ik nodig heb. En die, want ik weet het beste wat ik nodig heb. Terwijl de andere in dezelfde functie, dezelfde afdeling zegt, nee, maar hallo, ik werk hier als werknemer. Ik vind dat mijn gereedschap gewoon beschikbaar gesteld moet worden. Dus zo zie je dat een belangrijke keuze nodig is tussen een vrijwillige of een verplichte deelname. Met ieder zijn consequenties. Vrijwillig wordt vaak toegepast en is ook wenselijk. Echter betekent wel dat je 2 soorten modellen in de lucht moet houden. Eentje vanuit het bedrijf beschikbaar gestelde PC bijvoorbeeld of laptop. En eentje een bring your own laptop. Ander aspect is dus het kunnen van de werknemer. Ja, in hoeverre heeft de werknemer wel affiniteit met IT? Want op een gegeven moment, ja, zo'n werknemer zal dan zelf zijn IT ook moeten onderhouden en moeten beheren. Dat zijn allemaal aspecten die meegenomen moeten worden. De andere as, de verticale as, is alles rondom bedrijfsrisico's. En door middel van dit schema is het mogelijk om een schifting te maken van oké, welk delivery model is geschikt voor ons bedrijf. Nou, bring your own, helemaal rechtsonder. Of, zoals in het begin bij de inleiding aangaf, choose own kan een oplossing zijn. Choose own wil eigenlijk zeggen van oké, er wordt in plaats van 1 of enkele laptops, wordt er een palet van laptops of tablets beschikbaar gesteld. Echter, de werknemer hoeft die niet aan te schaffen. Die worden beschikbaar gesteld door het bedrijf, zijn eigendom van het bedrijf. Het voordeel van zo'n concept is dus wel van en de werknemer heeft een mate van flexibiliteit. Aan de andere kant heeft de werkgever, omdat het heel duidelijk is wie eigenaar is, van de middelen, is dat een helder omgeving. Een ander punt, meer in het HR-domein. Bring your own en aansprakelijkheid. Wat wel eens vergeten wordt, is een werknemer is in dienst bij de werkgever. En formeel via de arbeidswetgeving bepaalt de werkgever wat de werknemer doet. Maar goed, dat is natuurlijk formeel. Aan de andere kant betekent ook dat omdat de werknemer in dienst is en er de werknemer overkomt iets of derde overkomen iets door het toedoen van de werknemer, dat de werkgever bijna altijd daarvoor aansprakelijk is. Ik zeg bijna altijd. Er zijn ook situaties dat het gewoon heel duidelijk is dat er bewust roekeloos gehandeld wordt of bewust misbruik gemaakt wordt van de situatie. Dat is een voorbeeld van wanneer dat dan niet geldt. Dat betekent dus, iemand heeft zijn eigen iPad mee, heeft via een hele mooie IT-infrastructuur toegang tot het bedrijfs-e-mail. En van wat voor reden ook ontstaat er een malware, een virus en daar gebeurt iets. Nou, dan is het nog maar erg moeilijk om als werkgever de werknemer daarvoor aansprakelijk te stellen. Dan moet het wel heel erg duidelijk zijn wat er gebeurd is. Ander punt is, ook meer in het HR-domein, de wet op bescherming persoonsgegevens. Eigenlijk daarin staat dat privacy van de werknemer gaat boven bedrijfsbelang. Oftewel, privacy van de werknemer is uitermate belangrijk. Dat betekent dat er niet zomaar een privé device van de werknemer continu gemonitord mag worden. Hij mag op zich wel gemonitord worden, meer vanuit ondersteuningsperspectief, maar niet monitoren vanwege, ik wil die informatie beschikbaar stellen aan het management. Dus dat is bijvoorbeeld verboden in deze wet. Verder is zo dat in gevallen dat de werkgever vermoedt dat er toch een vorm van misbruik gemaakt wordt of iets, dan zou de werkgever daar mogen gaan monitoren, mits dat vooraf dat de persoon meedoet met het Bring Your Own programma, dat in een gebruikersovereenkomst of iets dergelijks is weergegeven, zodat dat de werknemer het ook gewoon wist. Dus ook een belangrijk punt om rekening mee te houden. En dat geeft maar weer aan dat invoeren van Bring Your Own, het vooral ook het beleid
belangrijk is. En het communiceren van beleid belangrijk is. Andere punt. Dit betekent ook dat de werkgever aansprakelijk is voor eventuele illegale software die de werknemer gebruikt tijdens het uitoefenen van zijn of haar werk. Dus dat is ook een belangrijk punt om rekening mee te houden. Een andere kant kan zijn dat bijvoorbeeld een werknemer heeft een home use licentie van een bepaalde applicatie en die gaat dat in één keer zakelijk gebruiken. Is dat wel zo dat de policy van de leverancier dat toestaat? Ook een punt om rekening mee te houden. Ander punt is vaak de discussie van ga je nou een werkgever die aanmoedigen door middel van een bedrag of een periodiek bedrag om een eigen tablet mee te nemen of niet? Dit is een onderzoek wat gedaan is begin van dit jaar. En eigenlijk kwam erop neer dat in de helft van de gevallen dat er geen bijdrage beschikbaar gesteld wordt. En dat de werknemer dat ook niet erg vindt. Oftewel, die ziet de voordelen boven het eventueel gemis of niet krijgen van geld. Het is wel in een wat lastige situatie als bijvoorbeeld de werknemer gewend is aan bijvoorbeeld een smartphone van de zaak. En dan in één keer wordt besloten, oké, we gaan verplicht over naar een bring your own smartphone. Maar we stellen geen vergoeding beschikbaar. Ja, dat kan wel zoals voor wrijving veroorzaken. In de gevallen dat het wel vergoed wordt, zijn er meerdere varianten mogelijk. Van een periodieke vergoeding, van een daadwerkelijke onkostenvergoeding. Of bijvoorbeeld alleen maar de communicatiekosten voorzien voor de werknemer. Echter, als in zo'n situatie een vergoeding beschikbaar gesteld wordt, is het bij een bring your own ook belangrijk om dan rekening te houden met het Nederlandse fiscale regime. Nou, er is dus het huidige fiscale wetgeving stelt dat je kent communicatiemiddelen en je hebt computers. Nou, je ziet al een beetje, het is eigenlijk een wet die stamt van 10 jaar geleden dat je wat Henk vanmorgen zei, de Nokia had, hè? Een echte telefoon, maar nog niet een smartphone. En inmiddels is dat natuurlijk vervaagd, wat is nou een communicatiemiddel en wat is een computer. Maar goed, dit is vandaag de dag nog de huidige wetgeving. Dat betekent bij communicatiemiddelen, zolang het maar minimaal 10% zaken gebruikt wordt, kan het onbelast vergoed worden. Echter, aan de rechterkant, er geldt de eis dat het minimaal 90% zakelijk gebruikt moet worden, voordat iets onbelast vergoed kan worden. Ook een belangrijk punt om rekening mee te houden. Want, misschien wel bekend, ja, dat kan wel eens tot gevolgen hebben. Namelijk een naheffing over beschikbaar gestelde iPads in dit geval. Maar goed, de Belastingdienst is daarmee bezig. Er komt binnenkort een zogenaamde werkkostenregeling. Althans, ik zeg binnenkort. Hij was eigenlijk voorzien al 2 jaar geleden dat dit verplicht zou worden. Voorlopig zitten bedrijven nog in een overgangsregeling tussen de oude regeling en de nieuwe regeling. Maar de werkkostenregeling stelt eigenlijk dat er wordt een bepaald percentage van het belastbare loon wordt beschikbaar gesteld. Mag een werkgever onbelast vergoeden. Maar goed, uit dat budget moet een kerstpakket, een verjaardagscadeau, de smartphone enzovoort. Enzovoort. Ja, nu zijn er, die wet is nu eigenlijk 2 à 3 jaar in een soort overgangssituatie van kracht. En je ziet nu dat in de praktijk blijkt dat het toch niet zo simpel is. Dus hij wordt steeds meer aangepast en steeds meer verbeterd. Maar zoals ik nu van de week nog las, ja, hij zal echt vanaf 1 januari 2015 ingevoerd gaan worden. Ook weer iets om rekening mee te houden als er een vergoeding beschikbaar gesteld wordt voor bijvoorbeeld een Bring Your Own programma. Nou, kom ik bij het andere punt. In gebruikname, dus er is bepaald wie er mee moet doen, er is een beleid vastgesteld, er is een gebruikersovereenkomst is er opgesteld en dan komt de daadwerkelijk werknemer, schrijft zich in voor het Bring Your Own programma. Nou, belangrijk is om dan eerst een toelatingstoets te doen en niet zozeer van iemand moet langskomen, maar daar is juist de hulp van tools is daar belangrijk. Maar verder, en dat is ook eigenlijk aangegeven vanmorgen in de roundtable hier, het is ook bewustwording, dus het is bij uitstek het moment om sessies te organiseren met de werknemers. Oké, we gaan nu het Bring Your Own programma in. Ben je bewust van de risico's op beveiliging
en weet wat er speelt. Het helpt heel erg mee om, om eventuele problemen te voorkomen gaandeweg het programma. En juist in deze fase is iets, ik heb gewoon maar twee voorbeelden genomen van tools die helpen bij het invoeren van Bring Your Own. Want in deze tools, bijvoorbeeld MDM en MAM tools, zit niet alleen het regelen van security, maar zit bijvoorbeeld ook het afdwingen van een gebruikersovereenkomst. Het accepteren van de gebruikersovereenkomst. Er zit ook ondersteuning van de werknemer en dat soort zaken. Juist in dit stuk, wat een beleid formuleren, een beleid op papier zetten, gaat niet werken. Met hulp van IT-tools, tezamen, is het vele malen makkelijker om het beleid te handhaven. Kom ik bij de volgende fase. De werknemer doet mee met het programma en dan krijgen we de fase van het gebruik en beheer. Ja, er zou een procedure moeten zijn voor hoe ga je om met diefstal. Iemand heeft goed bedoeld zijn Bring Your Own tablet meegenomen, hij wordt gestolen. Hoe wordt dat geregeld? Dus daar zullen procedures, afspraken, tools voor nodig moeten zijn. Of hoe ga je om met uitbreiding? Behalve zijn iPad wil de werknemer ook een laptop meenemen of wat dan ook. Er zijn allemaal procedures wat nodig is. Nou, verder wat belangrijk is. Ik ben het hoofdkantoor van Citrix geweest. Hebben ze uitvoerig hun Bring Your Own programma gedemonstreerd. En wat ik het allermooiste vond van die omgeving is dat ze een portal opgesteld gemaakt hebben en Bring Your Own, om de Bring Your Own community te faciliteren. Er staat dus in van, oké, hoe kan je deelnemen, maar ook vooral de blok en het uitwisselen van ervaringen. Nou, dit is dus het centrale punt voor alle Bring Your Own gebruikers van Citrix om alles rondom het programma te bekijken. Nou, dan komen we bij de laatste fase aan, de buitengebruikstelling. Wat ik al zei, er zal zo'n procedure moeten zijn voor het, als een werknemer beëindigt met de Bring Your Own deelname. Hoe ben je als bedrijf, als organisatie er zeker van dat de eventuele gegevens van de persoonlijke iPad af zijn? En dat soort zaken. Nou, ook hier weer, is ook weer bij uitstek een onderdeel waar juist de juiste keuze van IT-tools. En er zijn gedurende de hele dag worden daar heel veel sessies over gegeven. Kan hier het werk vele malen eenvoudiger maken. Nou, ik heb eigenlijk nu in vogelvlucht een aantal van de aspecten behandeld. Met name de focus op de niet-beveiligingsaspecten. Dit is onderdeel van een workshop die wij geven samen met onze partners. Want we hebben gemerkt dat zeker als we in zo'n workshop meerdere disciplines, HR, IT, facilitair, business. Als je gezamenlijk een dergelijke workshop houden, dan is de bewustwording vele malen beter. En dan is daarna vele malen makkelijker om verdere plannen te maken over de invoering van het Bring Your Own programma. Dit was mijn sessie. Zijn er vragen? Nou, je ziet de techniek kan ook heel snel, hè? Ja. Gave gadgets. Maar ja, wij verdienen het geld als ondersteunende ICT niet. Dus moet de organisatie zelf daar bij betrokken zijn? Je ziet er in ons eigen bedrijf, Telinders. Er is een ongelooflijke roep geweest vanuit de werknemers om Bring Your Own te faciliteren. Dus uiteindelijk is dat bij de directie beland. En die heeft in eerste instantie nu aan de IT-afdeling de opdracht gegeven. Doen we een eerste onderzoek naar wat zijn de consequenties van het Bring Your Own. Nou, op een gegeven moment, ik ben natuurlijk, aangezien dit mijn onderwerp is, ook bij betrokken geraakt. En hebben eigenlijk de directe stap daarna was, is goed, we gaan beginnen, maar we gaan wel iemand van onze HR, iemand van onze facilitair, iemand van onze consultancyafdeling, even met de juiste personen bij elkaar zitten, met name om te kijken van wat is dan die behoefte. Maar in ons geval is het initiatief via de werknemer, bij de directie
op het IT, bij de IT-afdeling beland. Ik vraag me wel af, ja, omdat we zeiden, omdat bring your own beveiliging is ongeveer één. Maar goed, er is meer dan beveiliging. Ja, daarom zou ook andere mensen bij betrokken moeten worden. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat dat niet 1, 2, 3 inzichtelijk is wat de... Wat de opbrengst, zou ik maar zeggen, is voor de bedrijfsvoering, wanneer je bring your own device overweegt. Ja. Komt vanuit ICT kun je natuurlijk snel een lijst maken met zoveel kost een iPad, zoveel kost een MDM-oplossing en je hebt zoveel processen nodig om dat te administreren. Ja. Maar voor mij, ik mis zeg maar vaak nog wel de vraagstelling van, ja, maar wat schiet het bedrijf? Gaan we er beter door zorgverlenen bijvoorbeeld? Hè? Ja. Of, ja, nou goed, even mijn eerste slides was, zag ik over het pot, de besparingsspaarpot. Ja, het wordt nu vooral gedreven van het gebeurt gewoon. Het is iets wat je overkomt. We moeten er wat aan doen. Hè? Zo zitten we nu in. En nog eigenlijk veel te weinig van, oké, maar hiermee gaan we inderdaad onze werknemertevredenheid willen mee verhogen. Het is wel zo dat dat natuurlijk ongelooflijk moeilijk meetbaar is. Dat is de moeilijkheid van het samenstellen van, even duur wordt, de business case rondom bring your own. Ja, het zijn aspecten. De voordelen zijn ook vaak toch wel de wat zachtere, niet tastbare voordelen. En dat is inderdaad een moeilijk punt. En is bij ieder bedrijf ook anders. Hè? De ene bedrijf kan zeggen van, ieder bedrijf heeft zijn eigen hoofdreden om het wel of niet te doen. Ja. Nog meer vragen? Oh. Nou, dan wil ik u hartelijk danken voor deze sessie, voor het bijwonen van deze sessie.